bos is zeer belangrijk voor Brugge. Het is een historische stad met heel veel mooie gebouwen. Maar natuurlijk voor de mensen die hier werken en wonen is het ook heel belangrijk dat er heel veel natuur is en heel veel bos. We hebben in het voorjaar, in het plantseizoen, met heel veel mensen van de stad bomen geplant. En er rest nu nog 4,5 hectare dat we dus ook nog dit jaar in 2024 kunnen aanplanten. En dat zullen we in november doen. Bijsbroek is een prachtig bosdomein dat aansluit bij Foreest en Tudor en zo groot stadsbos vormt ten zuiden van Brugge. Het is een bijzondere plek met een bezoekerscentrum waar dat er heel veel leven is. We hebben het bos uitgebreid en ik ben daar heel blij voor, want het bos ligt naast de autostrade, de E40. En dankzij die uitbreiding die erbij komt, komt er toch wel echt een grote buffer bij. Die zal zorgen dat we minder last hebben van het geluid, dat er ook meer leven is. En nu kan dat allemaal ook deel worden van die mooie bosbiotoop. Er werden zo'n 17.000 bomen geplant over de 10 dagen verspreid van het plantenfestival. En het was heel fijn om al die mensen enthousiast te zien meehelpen, samenwerken. Ik heb zelf ook geplant, met de handen in de aarde gezeten en dat vond ik zelf fantastisch eigenlijk. Dus het is zeker voor herhaling vatbaar. Je ziet het overal, dat er heel veel hittestress is in steden. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we zeker in steden en rond de stad groene gordels maken. Dus we proberen dat in de binnenstad met kleine stukjes groen, een soort van kleine tiny forest te realiseren. Maar we proberen ook de bestaande bossen uit te breiden en waar we kunnen en waar het draagvlak is ook nieuwe bossen aan te planten. Het gaat niet om een compensatiebos, maar echt om een nieuw bos. En daar ben ik eigenlijk wel heel fier op. In een stedelijke omgeving is het zeer moeilijk om natuurlijk aan gronden te geraken om die te bebossen. En we hebben dat ook nog op andere plekken in de stad gedaan. En ik hoop dat ik het mooiste label win.